Kees Rijn van de Hoge Band, Doekters in Rio voor de laatste dag. Het zit erop, Dusan Fontein heeft nog het laatste zilver binnengebracht en verder zijn er geen wedstrijden meer, dus we zijn aan het inpakken. Waren het mooie spelen? Ja, zeker. Rio heeft veel problemen gehad met veiligheid, met transport en dergelijke, maar alles is op zijn pootjes terecht gekomen. Hadden we ons goed voorbereid? Ik denk van wel. We werden een beetje verrast door de slechte staat van het gebouw waar we kwamen, maar met keihard werken heeft de staf van NOC-NSF ervoor gezorgd dat onze atleten uiteindelijk aan niets tekort is gekomen. Ze kwamen binnen en de flat was klaar. Vervolgens hebben we een aantal zaken goed het hoofd kunnen bieden. We hadden ons goed voorbereid op de infectieproblematiek. We hebben geen grote infecties gehad. We hebben geen problemen met het water gehad, geen problemen met het Zika-virus. Kortom, dat was allemaal goed voorbereid. Ongevallen zitten in een klein hoekje, die zijn er dan ook geweest. Natuurlijk met Annemiek van Vleuten als ernstigste slachtoffer en ook onze BMX'ers hebben de nodige valpartijen gehad. Allemaal weer goed op zijn pootjes terechtgekomen en ze zijn allemaal weer op de weg terug. Dan nog even over de prestaties. Waren die goed? Ja en nee. De gevestigde orde liet het een beetje afweten, met name in het zwemmen en judo en in iets mindere mate bij Daphne. Maar er stonden weer nieuwe sterren op. Alice Lichtley, Sharon van Rouwendaal, Ferry Weertman, Sanne Wevers. Nou, je hebt ze allemaal gezien en leveren in ieder geval 8 prachtige gouden medailles. Ze hebben het fantastisch gedaan, daar gaan we nog veel plezier van beleven. En last but not least, onze ploegen. Wel te veel vierde plaatsen, maar wat hebben de handbalsters en met name de volleybalsters het toch fantastisch gedaan. Wat alles heeft geleid uiteindelijk tot deze medailleverdeling. Het is geworden 8-7-4, want de ene van Luska staat er nog niet bij. We zijn er trots op, 19 medailles. Met hele goede, mooie, gouden medailles. Het grote kampioen. We gaan de weg weer naar huis vinden. Morgen stappen we in het vliegtuig en komen weer terug naar Amsterdam. Dit was de laatste vlog. Bedankt voor jullie belangstelling. En het was mij een waar genoegen om met deze amateur op de achtergrond dit soort dingen te mogen maken. Dag!